Wie is Mario? Dat is een vraag die je misschien afvraagt. Hoe is hij ontstaan? Hoe is hij zo populair geworden? Hoe is hij de meest succesvolle game? Dat gaan we vandaag uitzoeken. We gaan eerst terug naar het begin, in 1981. Toen was het spel Donkey Kong gemaakt, met Mario erin als held. Alleen heette hij toen nog geen Mario. De naam was Jumpman. En in 1982 werd het spel Donkey Kong Jr. uitgebracht met deze Jumpman erin als schurk. De twee spellen waren zo populair dat er een arcade game was gemaakt, getiteld The Mario Bros. En het werd uitgebracht in 1983. Voordat Jumpman ontworpen was door Shigeru Miyamoto, werd de latere Super Mario Bros. Ontworpen door de onderleiding van Yoichi Kotabe, sorry als ik het verkeerd uitspreek. En de Super Mario World werd ontworpen door Shigefumi Hino. Mario groeide en groeide net zo goed als dat Peach door Bowser kan worden gestolen. Hij werd zo populair dat hij ook te vinden was in spellen zoals Mario Kart of Mario Tennis. En wat dacht je van Mario Golf? Doe maar. En natuurlijk ook Mario RPG. Mario heeft zelfs televisieprogramma's, een film en strips. Mario was eerst dan wel een nietszeggende, tweedimensionale, springende, prinsesreddende sprite, maar hij is uitgegroeid tot een 3D superheld. En hoe is het mogelijk? Doordat een groene, aardige dinosaurus hem als baby van de heks Kamek heeft gered. En wie is dit? Nou, daar hebben we het de volgende keer over. Bedankt voor het kijken. Bye bye!